jongens en meisjes, dames en heren, vriendjes en vriendinnetjes, fijn dat jullie zijn. Welkom bij de Old Coffee Show, waar we elke week jullie hete stellingen behandelen. Naast me zit Soraya. En naast mij zit Peter. Hoe is het met je? Goed, koud. Je koud is het? Ja. En je was in Oxford, voor de mensen die het niet zien aan haar trui, want Soraya is iemand die dan altijd, als ze ergens is geweest, in ensemble komt, zodat ze een gespreksonderwerp heeft bij de koffieapparaat. Praat met mij! Kijk, waarom was je in Oxford? Ik was nog nooit alleen op vakantie geweest en dat vond ik doodeng. En toen dacht ik, nou, wat moet ik doen? Wat leuk! Nee, het was verschrikkelijk. Nee, het was heel erg leuk. Alleen mijn koffer die kwam 2,5 dag later. Maar dat is wel, daarom heb je de deodorant in staan. Want je ik stonk. Het was niet normaal. Die Engelsen stinken al. Nou, ik pas er gewoon bij hoor. Ja, en ik zeg wel, ja, maar ik weet het helemaal niet. Nou, we roken het hier. Dat snap ik wel. Met die oostenwind. Oh nee, oostenwind is de andere kant op. Maar niet uit. Het idee is zo erg. Het ging de hele wereld op. En toen rook je daar. Ja, dat is wel echt heftig. Sorry. Yes. Ja. Goed. Maar hoe is het met jou? Maar ik wil ook alleen op vakantie. Lijkt me leuk. Ja? Ja. Trek je dat wel? Kan je dat aan? Ik weet niet of dat aan kan. Ik heb het nooit gedaan. Zie, en daarom moet je het doen. Ik stap straks op Schiphol in mijn vliegtuig. Ja, en gewoon de eerste het beste, niet nadenken, gewoon gaan. Het lijkt mij best wel vet om te... Zou ik het gewoon doen? Je hebt ook... Toch niet heel druk. Nee joh, nee, je hebt heel veel kantoordingetjes waar je zo'n surprise vakantie kan doen. Ja? Ik zou zeggen, moet je gewoon op geen... Dat is toch leuk? Oké, en wat was het absolute hoogtepunt wat echt alleen maar kon omdat je alleen was? Lastig. Lastig. Nee, hoogtepunt is sowieso wel het leuk te vertellen is Atomic Burger. Je hebt ook Atomic Pizza. En Atomic Kitten. Ja, heb je ook. En dat valt trouwens wel een beetje... Hey, maar we behandelen stellingen. En jij kwam met een hele goede stelling. Waar we net... Oh, sorry, dit is jouw koffie. Ja, ik wou net zeggen, gaan we dan nu wisselen? Jij kwam met een hele goede stelling waar we het over gaan hebben. Ja, en dan moet ik hem nu mooi in één zin formuleren. Want dat doen jullie altijd. Daar ben ik heel slecht in. Maar de stelling is dat elke game zou hele goede cijfers kunnen halen, mits het in de juiste handen zit. En dan hebben we het over reviews. Cijfers boeien niet. Ja, oh, dat was inderdaad mijn subtitel. Cijfers boeien niet. Cijfers boeien niet, dat is gewoon de stelling. Bommen niet, ja. Want, en dat, daar heb jij een goed punt. Kijk, stel je voor. Sorry, ik verstond je niet. Wat zei je dat je ik had? Je hebt een goed punt. Oh, dankjewel, ga door. Stel je voor, er komt een nieuwe The Last of Us game uit. Ja. En die... Nee. Okay. En die geven we aan Daniel de Zwart. Oh, you touch my tralala. My ding ding dong. Daniel is bij ons natuurlijk de PlayStation-man, helemaal fanboy van PlayStation. En die ziet gewoon niet dat The Last of Us gewoon eigenlijk gewoon niet zo'n goede game is. Maar ja, want ik ben wel eerlijk over die game. Maar, ik ga die game niet reviewen. Want Daniel, die vindt dat leuk om te doen. Dus die reviewt de game. Dus krijgt die game sowieso minstens een 9. En dat is inderdaad mijn hele idee. En waar je natuurlijk ook mee te maken hebt, is stiekem zijn we ook gewoon nog steeds hyped. Weet je? Diep van binnen zijn we ook gewoon nog steeds hele blije gamers. We zijn gewoon gamers. Dus, en dat, plus de hele mengeling inderdaad met dat het gewoon ook goed gekozen wordt, denk ik dat ervoor kan zorgen dat een review altijd, in ieder geval een game, altijd hoog ogen kan gooien op reviews. Ja. Ja, maar dat is waar. En dat is ook wat gamesites natuurlijk doen. Ja. Want we gaan geen games geven aan mensen die... Want andersom is het ook waar. Je kunt een game altijd laten falen. Kijk, ik ben natuurlijk een hater op het gebied van een aantal games. Ben je ook echt een hater op het gebied van een aantal genres waarvan je bijvoorbeeld... Mm. Van, wat ik bijvoorbeeld heb met indie games zodra ze psychedelische kleuren hebben. Dan krijg ik al... Ja, al die psychologische kleuren. Ik kom vanaf die hipsters in 020 CK. Daar heb ik dus geen zin in. Daar heb ik dus wel een beetje naar met al die sportgames. Maar dat is vooral, ik ben er gewoon helemaal niet goed in. Nee. Geef mij zo'n game of echt een shooter. Ik vind het leuk, maar heel verdiepend. Dat gaat niet. Oké, maar is dit niet een aanklacht tegenover ons vak? Want eigenlijk, en nu zijn er mensen die dit zouden kunnen commenten. Mm-hmm. Maar jullie commenten niet. Maar het zou kunnen. Wel doen. Jullie moeten alles weten. Ja, ik zou, technisch gezien zou ik, als ik mezelf gamejournalist noem, wat ik niet doe. Maar stel ik zou dat doen, zou ik een FIFA moeten kunnen reviewen. Ja, en technisch gezien ben ik ook echt wel van mening dat we dat kunnen. Dus de vraag, willen we dat? En wil de kijker slash lezer dat? Want het is natuurlijk helemaal niet leuk voor jullie om te lezen wat ik van FIFA vind. Lekker boeien. Ja. En dan kan ik een heel mooi helemaal uiteenzetten en echt tot de details ingaan. Maar je voelt dan niet mijn passie in zo'n game. Ja, dus jij vindt dat jij moet gewoon de games reviewen die jij tof vindt.
Ja. En ik moet gewoon Star Wars reviewen. Want dan weten alle Star Wars fans... Het is in ieder geval door iemand gemaakt die liefde, heeft voor de liefde had voor de franchise. Ergens wel. Dus ergens ben ik heel erg met deze stelling oneens. En ergens heel erg eens. Want ik denk, juist als ik bijvoorbeeld inderdaad een video kijk of ik lees een stuk... Ik lees het heel erg of kijk het heel erg voor de schrijver / presentator. Omdat ik benieuwd ben naar zijn of haar mening. En omdat ik die schrijfstijl misschien heel erg fijn vind. En dan wil ik niet een heel saai uiteenzetting krijgen van een game. Maar ik wil echt voelen, oké, vindt diegene ook wat ik vind of juist niet? Want je leest ook natuurlijk stuk omdat je je geïdentificeerd voelt met diegene. En hoe vaak is dat niet gebeurd dat dan achteraf wordt gezegd... Oh ja, in retrospect was dat toch niet die 1/10 waard. Ja, dat is waar. Ja, oké. Ja, ik weet niet. Ja, je hebt helemaal... ik sta een beetje dicht, omdat je gewoon wel gelijk hebt. Ik wil ook lezen wat mensen van vinden die passie hebben voor iets. Ja. Het is wel zo dat we wel kunnen zien dat bepaalde games broken zijn. Absoluut, ja. En dat is echt een heel verschil tussen of je het graag wil spelen... Of dat je juist niet moet spelen dat het gewoon kapot is. Dat het echt niet goed is. Dat is een verschil. Nou ja, Mike bijvoorbeeld. Hmm. Die was heel enthousiast over Kingdom Come Deliverance. Maar hij had ook wel klachten. Maar die heeft wel de game voordeel van de twijfel gegeven. Omdat die, zeg maar, die ontwikkelaars zo waardeert in wat ze hebben geprobeerd. Ja. Ja. Ook en daar ben ik het ook wel mee eens. Ja, want zo kun je er ook kijken. Net als met indie games kan ik oprecht zeggen, nee, heel tof, weet je, het verhaal. Waar kom ik hier wel naar binnen? Ja, heel erg leuk. En dat verhaal erachter de studio, twee mensen. En dat jij dan vraagt, ja, maar is het spel dan leuk? Ik zeg, nee, het is eigenlijk gewoon kut. Nee, het is eigenlijk gewoon echt helemaal kut. Ja, komt Thijs Verrij heel vaak voor. Verrij speelt heel veel slechte spellen namelijk. Vindt ze leuk. Heerlijk, ja. Heerlijk. Ik geniet daarvan. Nou, goed zo. Maar ja, als ik daar inderdaad over ga schrijven, dan kan mijn hele review zijn. Nee, het is heel leuk. En je moet echt, weet je, door één jongen gemaakt. Hij is 7 jaar, zo knap. En dan op het laatst, mag je niet zeggen, hè, over je 7-jarig jongetje dat hij knap is. Oh, nee? Oké, hij is niet knap. Ja, knap. Niet knap. Ja, knap. Zo hard. Is heel goed dat hij dat gedaan heeft. Weet je, zulke dingen, maar ja, dus daarom vind ik cijfers, ik kijk er ook wel altijd naar, omdat ik gewoon benieuwd ben wat iedereen geeft, maar eigenlijk tellen ze gewoon niet. Moeten we ermee stoppen? Nee, ook weer niet. Oh. Want het is natuurlijk wel gewoon een hele mooie houvast, maar wat ik af en toe wel voorbij is komen, en dat vraag ik me af, hoe dan, een 6.1. Ja, dat begrijp ik wel hoor, 6.1, ja? Ik vind 6.1, ja. Wat het verschil is 6.1 en 6.2? Nou, oké, dat snap ik niet. Maar wel tussen de 6 en de 6.2. 6 en 6 plus, die snap ik wel. Soms is het gewoon een game van net... Denk je, ja, dit is een 7, maar het is toch net... Voordeel van de twijfel, want ze hebben goed hun best gedaan. 7 plus. Ja, maar wat ik wel, waar ik heel veel waarde aan hecht... Gewoon onderop even gewoon een mooie conclusie en dan punten. Wat is goed, wat is niet goed. Nou, en niet alleen ik ken een website die dat doet. Oh, ja. Toevallig met groene en rode blokjes? Nee, Power Limited. Maar, dat is een hartstikke goede website. Maar goed, maar ik vind het niet uit. Nou, ik wil gewoon eerlijk over zijn. Nou, dat is wel lief van je. Ik lees het niet, het ligt in de kattenbak vooral. Maar maakt het niet uit. Leuk voor de kat. Leuk voor de kat. Onwijs bedankt voor het kijken. De conclusie is eigenlijk gewoon hetzelfde als in het begin. Het is gewoon prima zoals het is. Ja. Dus deze 9,5 minuten die je net hebt gekregen, Salim begint ook gewoon meteen te smijten. Maakt niet uit. Deze 9,5 minuten heb je nooit gezien hoeven hebben. De wereld is niet veranderd, het draait nog steeds. Het is eigenlijk hetzelfde. Dankjewel, tot de volgende keer. Ja, ik geef ons wel een 6+ hiervoor. Nou, ik vind je... Ja, maar... Oké, ik vond wij jou... Wij reviewen nu onszelf, dus zij vinden ons heel leuk. Zouden zij ons dan nu een 7+ geven?